Hallo, we gaan weer verder met het achterlicht. Gaan we nu haken en we gaan Tunis haken. Ik ga jullie laten zien hoe dat werkt. Het is de simpele steek Tunisian Simple Stitch. Het is uh, moeilijker, uh, nee, andersom. Het is makkelijker dan het lijkt. Het is niet zo moeilijk als dat je soms denkt. Uh, ik ga het helemaal voorhaken, dus jullie kunnen meedoen. Wat heb je nodig? Wit, rood, oranje en grijs om eromheen te haken. Ik leg rood en oranje even aan de zijkant, want we gaan beginnen met wit. We gaan een losse opzetten en dat doen we als volgt: 1 en twee keer om je vinger heen. Achterste draadje gaat over het voorste draadje, maar je laat hem liggen. Achterste draadje gaat over het voorste draadje, over je vinger heen. Je trekt de twee draadjes aan en je hebt je opzetlusje. Dan gaan we 4 lossen maken en losse lossen. Dus zorg dat er ietsje ruimte is en haal het draadje er doorheen. Zorg dat er weer ietsje ruimte is. Je ziet dat ik door mijn draadje heen kan kijken. Omslag en haal hem er doorheen is 2. Omslag er doorheen is 3. Omslag er doorheen is 4. We gaan aan de achterkant van het draadje werken. Dat kan je hier zien. En we gaan deze steek overslaan. Die hoort bij deze steek aan de voorkant. Deze 3 gaan we een draadje inhalen. Dus dit is de tweede steek waar... Nathalie het over heeft. Je kan ook voor het gemak hierin steken. Dat kan ook. Eén draadje hierop pakken. Maar bij deze tunische steek is het wel heel erg mooi om hem aan de bovenkant van je steek te pakken. Dus dat bolletje. Onder dat draadje door. Omdat je los opgezet hebt, kan je waarschijnlijk er makkelijk onderdoor Je gaat een draadje halen. En die laat je op je haaknaald staan. Ook bij de volgende, je ziet weer hier dat bolletje liggen. Dat draadje. Dan ga je onderdoor. Je haalt een draadje en zet hem op je haaknaald. De vierde steek: je gaat onder dat bolletje door, haalt een draadje en je hebt een steek op je haaknaald erbij. Je hebt nu vier steken op je haaknaald. Tunis haken is altijd dat je weer terug gaat en dan haal je eerste steek door één. Dat is je kantsteek. Dan krijg je een mooie rechterkant van. En dan doe je omslag en door twee. Omslag en door twee. Omslag en door 2. Nu ziet je werkje er zo uit, en ik ga hem even wat groter maken. Ik ga het even uit elkaar halen, kan je het goed zien. Je hebt een soort open werkje en allemaal van die uh, moet ik goed nadenken: verticale draadjes. Die gaan we zometeen weer gebruiken om de volgende steek in te maken. Want we gaan vier nieuwe steken maken. Dat doe je als volgt. Je ziet hier, dit verticale draadje hoort bij het steken op je haaknaald. Blijf je altijd vanaf bij het tunishaken. haken. Tenminste, misschien zijn er steken waar je hem gebruikt, maar over het algemeen sla je het eerste draadje over. Dat tweede verticale draadje ga je onderdoor aan de voorkant. Je gaat een draadje halen, haalt hem door één draadje, dat ene verticale draadje, en zet hem op je haaknaald. Ga je het tweede verticale draadje, ga je onderdoor, draadje halen. En je gaat hem onder dat verticale draadje door en zet hem op je haaknaald. De laatste is meestal, en Nathalie vernoemt het al, meestal zoek je de zijkant, ik ga hem even draaien, zoek je deze twee draadjes op, zodat je een mooie rechterkantsteek krijgt. Maar Nathalie vond het voor het stoplicht niet mooi, dus voor het stoplicht en alleen voor het stoplicht pak je maar één draadje, haalt het draadje er doorheen en zet hem op je haaknaald. Nu gaan we... Eerst die kantsteek maken. Dus omslag. En eerst door 1. En nu gaan we de toer afmaken door omslag door 2. Omslag door 2. Omslag door 2. Dus we hebben nu twee toeren gemaakt met de tunische haaksteek. We hebben nu dus twee toeren in wit gemaakt. En we gaan nu al naar het rode draadje. En dat doen we als volgt: je hebt het lusje op je haaknaald staan. En je gaat de rode draad er nu doorheen trekken. En die witte ga je flink goed aantrekken. Zodat die wegvalt in de steek. Dan gaan we verder met rood. Dus ik trek mijn rode aan. En dan gaan we als volgt. Herhaal toer 2 staat er. En toer 2 was onder het verticale draadje door. En dan ga ik die losse draadje even laten vallen. Die gaan we straks wegmazen. Onder het verticale draadje door en je trekt je rode draadje er doorheen. En laat hem staan op je haaknaald. Onder het verticale draadje door, draadje halen, haalt hem eronder door, zet hem op je haaknaald. Bij de laatste steek, door 1 draadje, haalt een draadje en zet hem erop. We hebben nu onze toer 3 erheen weggemaakt. We gaan nu weer terug, omslag door 1. Omslag door 2. En dit is iets fijner garen omdat we met het Pera en Pasha pakket uh, katona hebben gekregen. Dus het is net even anders haken. Dus zorg dat je dat ook voor elkaar krijgt. Trek het rode draadje een beetje aan. Die zit natuurlijk een beetje losjes omdat je hem daar aangehecht hebt. Dan ziet hij er zo uit. Je ziet hier ook. Ik ga hem even wat rechter trekken. Je ziet hier ook 1, 2 en. 3 verticale draadjes. Toer 5 is hetzelfde als toer 3 en dan gaan we daarna wisselen naar oranje. Dus we gaan onder het rode draadje door, zetten een, halen een omslag en zetten hem op de haaknaald. Onder het verticale volgende draadje door, omslag, zetten hem op je haaknaald. En bij de laatste gaan we door één draadje heen omslag, zet hem op je haaknaald. Dan gaan we eerst door één om de kantsteek te maken. En dan door twee. Door twee draadjes. Door twee draadjes. En nu moeten we al wisselen naar oranje. Dus we gaan naar oranje. Ondertussen knip ik hier het witte draadje even af, want daar zijn we klaar mee, die gaan we straks wegmazen. Zo, kan wit aan de kant. En dan gaan we naar oranje. Oranje gaan we door de steek van je haaknaald maken. Door die uh, laatste steek. Trekken het rode draadje goed aan. Laat het oranje draadje ook aan de zijkanten. Die kunnen we straks pas wegmazen. En we gaan weer beginnen. Net als toer 2. Onder het draadje door, het verticale draadje. Haal een draadje. Zet hem op je haaknaald. Onder het verticale draadje door. Draadje halen. Zet hem op je haaknaald. Laatste draadje zie je hier aan de zijkant zitten. Het is een klein draadje. Daar ga je onder door. Daar natuurlijk een beetje aangetrokken waarschijnlijk, ikke. Omslag onder dat draadje door. Even mijn oranje een beetje aantrekken. Dan halen we een draadje door één, dus voor de kantsteek, en door twee. Door 2 door 2, ik ga mijn draadje weer even aantrekken. Dat hebben we heel graag wat losser? Zo dan gaan we onze laatste toer maken. En die gaat net weer even anders. We gaan gelijk ook afhechten deze toer. Want bij een uh, tunische haaksteek heb je natuurlijk die open ruimte als je hem heen maakt. We willen hem gelijk afsluiten, dus we gaan onder het draadje door en dan doe je omslag. En je haalt hem gelijk door de twee draadjes van je haaknaald. Daar kant je de steek meteen mee af. Je hebt een nieuwe steek en je kant hem gelijk af. Onder het oranje draadje door, je gaat een draadje halen en haalt hem door alle twee de lusjes. Je hebt dus geen lusjes meer over op je haaknaald. En de laatste steek gaan we onder het laatste draadje door draadje halen en gelijk door de steek van je haaknaald. En kijk, we hebben een stoplichtje gemaakt. En wat we met katona en met um, lami werken, is het stoplicht bij degene van het Pera en Pasha pakket. Het, witje, het witte garen ietsje groter als uh, waarschijnlijk als je gelijke garen hebt. Maar het is niet erg. Want ik vind het zelf persoonlijk wel erg mooi staan dat je zo het licht hebt. Nu zijn we klaar met deze steek. Nu kunnen we het draadje afknippen. Ongeveer een centimeter of 5, 6. Zodat je hem mooi kan weghechten. Je haalt hem door de steek heen. En deze draadjes gaan we allemaal moeten weghechten. Ik zie dat wegmazen. Uh, dus ik zie dat ik dit draadje ook nog af moet knippen. Dus ook die knippen we nog even af. En dan hebben we stoplicht nummer 1 gemaakt. Of stoplicht? <acht> achterlicht. Het achterlicht gaan we nog een keertje maken. Want we moeten natuurlijk twee lichten voor de achterkant van de auto hebben. Dus maak nog een keer deze tunische haaksteek in wit-rood. Oranje of in de kleurtjes die jij heel erg mooi vindt. En dan gaan we zo meteen het grijze eromheen maken. Dus ik zie je graag zo terug voor het grijs. Ik heb al de draadjes netjes weggewerkt achter het werkje. En we gaan nu het grijze draad eromheen haken. Nathalie vraagt, zet de goede kant aan de uh, voorkant. Nou, de goede kant is waar je al die mooie verticale streepjes ziet. Het is net een lichtje met allerlei vlakjes wat je in het echt ook ziet. De achterkant zie je ribbeltjes, dus die moet je niet hebben. De goede kant is waar je de verticale streepjes aan de voorkant ziet. Dan moeten we in de linkerbovenhoek, dat is deze hoek, insteken in die derde steek en dat is maar een klein steekje. Hier zie je de andere twee in de derde steek hier op het hoekje. Daar ga je insteken en daar gaan we een grijs draadje erin halen. En voor degene met peren en pasje garen is dat het lamigaren. Het is wel wat dikker garen voor dat katona. Dat zie ik nu bij dat uh, achterlichtje. Heb je een grijs ander draadje mag je dat ook gebruiken. Het is maar een klein steekje. Maar ik wil hem toch er doorheen. Dus rustig aan gaan we het grijze draad eromheen haken. In deze hoeksteek gaan we. 3, oh, we moeten we natuurlijk wel even vasthechten? Dat is natuurlijk wel belangrijk. We gaan 3 vaste in deze steek maken. Dus we gaan terug naar de steek. We hadden hem aangehecht. En we maken er 1, 2 en 3. Dan maken we in deze zijkant. Zie je hier twee draadjes. Ik moest even priegelen, maar kijk, deze twee draadjes wil ik graag hebben. Daar gaan we ook een vaste in maken. Dan gaan we naar rood. Nou, je ziet heel duidelijk hier één en hier één. Dus we gaan hier insteken. Onder één draadje door en maken daar een vaste. We gaan hier insteken en er is maar één draadje, dus ook daar één vaste. Dan gaan we naar wit. Dan staat er dat we in de witte eentje moeten maken. Ik zelf zag dat we twee zijkanten hebben: hier 1 en 2, en hier moeten dan 3 zometeen in. Dus wat gaan we doen? We gaan in deze 1 vaste maken, en in het hoeksteekje moeten we er 3 maken. Dus dat gaan we dan ook doen: 1, 2. En in de derde, of en een derde vaste in het hoekje. In het midden heb je één steekje, dus daar ga je er eentje maken. Eén vaste, en in deze hoek gaan we er ook weer drie vaste maken: 1, 2 en 3. En dan zie je dat met die derde steek, oh, even terughalen, met die derde steek ben je al helemaal het hoekje om. Dus kun je gewoon in deze witte nog een vaste maken. Dan zien we hierna dat we twee rode hebben. Dus één. En twee. Bij de oranje hebben we eerst één oranje in deze. En dan 3 oranje in het hoeksteekje. En hier heb ik hem vrij strak weggemaast de garen. Dus ik moest echt flink insteken net, maar nu heb ik al een gaatje als het ware voorbewerkt. Dus nu kan ik makkelijker insteken, maar bij jullie kan het dus wat moeilijker zijn. In deze steek maken we 3 vaste 1, 2 en 3. En dat gaat vrij zwaar omdat het fijner garen is in het Pera en Pasha pakket. Heb je gewoon garen van hetzelfde merk, zal je dit probleem waarschijnlijk niet hebben. In het midden van je oranje heb je nog één steekje waar we ook een vaste in maken. En dan in die laatste, je hebt het draadje natuurlijk over. De laatste wat je gaat doen is in deze eerste steek ga je insteken, draadje halen. En die haal je door de steek op je haaknaald als een halve vaste. Dan knip je je draad af. Omdat ik hem opnieuw gemaakt heb, was dat niet meer nodig. Dus ik kan hem nu in één keer er doorheen halen. En dan heb je je eerste achterlichtje gemaakt. Van dit achterlicht maak je er nog eentje. En dan kunnen we ze zometeen vastmaken op de tas. Zorg wel dat je je draadjes weggemaast hebt. En dan kom ik zometeen bij je terug. Dus tot zo.